Kapper Saladin Bektas is wanhopig over de behandeling van de gemeente en ging daarom in hongerstaking voor het stadhuis. Hij wil een kapperszaak beginnen, maar moet aan, volgens hem, onmogelijke eisen voldoen. Maar ze zijn nog steeds open, ze zijn nog steeds dicht gedaan. Ik heb gevraagd, weet je wat, ik wil gelijk behandeling. Net als de Turk die daar die gegijzeld heeft, jullie willen mij zo'n situatie trekken, maar ik ga dat niet doen. Ik heb dat gezegd, ik heb van de politie waarschuwing gekregen, ik heb van de belasting waarschuwing gekregen, ik heb van de gemeente waarschuwing gekregen. Ik doe niemand iets, ik ga zichzelf. Zijn klachten waren, hij heeft wil een kapsalon. En daarboven een woning. En in dat kader is het van belang dat er een goed brandwerend plafond tussenkomt. En hij vond dat hij dat onvoldoende door de gemeente in geholpen werd. En de gemeente kan en daarin te streng is. Nou, wij kunnen echt geen concessies doen met betrekking tot de brandveiligheid. Veiligheid, dus ook de brandveiligheid is buitengewoon belangrijk. Maar deze week zal ik zelf nog met de heer in gesprek gaan om even te kijken van, nou, waar kunnen we elkaar behulpzaam in zijn. Ik denk dat het goed is om met hem in gesprek te gaan, om uit te leggen wat het belang ervan is. En ik denk dat het ook goed is dat de heer zich bij laat staan door een bouwkundig adviseur. En die kan hem dan ook aangeven van hoe het zou moeten. En dan zou hij het zelf eventueel nog uit kunnen voeren. Kijk mijn situatie. Alsjeblieft even zo doen dan. Want ik ga niet zo... Hoe zeg je dat? Gaat u rustig naar binnen met de heren. Ik kan niet... zielig maken hoor, dat is echt, ik kan dit opstaan.